Maandag, D-Day voor de talkshow van Live Comedy. Deze week lachen Gieren Brullen met twee snullen. De derde was ziek, die kon niet komen, jammer genoeg. Dat was eigenlijk een met roots van over het water. En degene die overblijft, dat is onrechtstreeks een beetje hetzelfde, want die had blijkbaar Nigel Williams als alma mater. Hopelijk ben je klaar voor een wilde comedy-rit, want hier zit niemand anders dan Steven Mailleux minus Thomas Smit. Ja, minus. Minus. Minus hij is Thomas er niet, Smit. Hè? Nee, hij is er niet. En dat is typisch. Dus is dat niet dat hij hem er niet is, maar dat we in een soort denkpatroon zetten van een komiek. Een komiek is ziek en de komiek kan niet komen. Dus de komiek zegt, ik ben ziek, dus ik kan niet komen. Dus ik moet niet bellen dat ik niet kan komen. Dus zitten we hier nu met een lege stoel en iemand die thuis in de zetel zegt, tuurlijk heb ik niet gebeld, want ik ben ziek. Dat is triest eigenlijk. Allee, bedankt Thomas. Hier ja, zit je dan. Voilà. Maar kijk, ik ben ook heel blij met uw komst, hè. Nee, kun je niet anders dan blij zijn met mijn komst. Maar je gaat dat hier vullen, hè, volledig. Ik ga dat hier vullen, jong. Echt waar. Ik ga de kosmos vullen met lullen, mijn gedachten. Je gaat het vullen. Yep. Allee, maar alles goed met jou? Zeker. Je zit er gezond, wel geraakt. Gezond. Ja. Geen kuch. Geen zomerse lentekuch. Heel goed met mij. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, en ik wou dus eigenlijk vragen, kennen jullie ook elkaar? Maar hier zit nu niemand, wel, dus... Ik vind Thomas is een van de mensen dat ik het liefst er allemaal mee afspreken, omdat ik ook altijd blij ben dat al dat niet... Als het dan doorgaat, ben ik ook supergelukkig. Dat is altijd spannend dan. Een soort hokautomaat, is dat? Stek er 10 wat keer een euro nu? In en is dan dit... komt er 5 keer een afspraak uit. Nee, is dat echt? Nee, maar we zijn al... Ja, ik denk... Ik zeg altijd, de afstand van de psychiatrie naar de comedy is echt niet zo groot, hoor. Dat is gewoon de hoogte van het podium. Dat is het verschil tussen ons en de mensen die vastzitten. En, Je denkt toch niet dat ze een telefoontje uit de psychiatrie nee, kwam? Maar, het is daarom dat er heel weinig collectieven of tv-programma's zijn gemaakt door maar heel veel comedians. Omdat je die gewoon niet op één plek, op één moment... Ja. Maar ja, krijgt. Kijk, het is ook wel een beetje erg, want ik moet maar wel even ziek, vermelden. Dus, ja. Ja, ook, hij is ziek. Veel beterschap, ja, Thomas. Wij zitten heel erg met Thomas. Je in. Ik wil even Thomas Smit nog een keer je agenda controleren, want ja. Thomas Smit speelt dus op Theater aan Zee, samen met mij. Misschien moet je nu al prikken. Ah, wel, zeker? Thomas Smit, doe je agenda open en kijk of er daar iets in staat, hè, man. Doe het nu dus al open. Theater aan Zee 2019, hè. Dus dit jaar, ja. 2019... Als ik geen sms krijg, is het oké, hè, toch? Genoteerd, Steven, Mailleux. Ja. Maar dan gaan we het volledig over jou hebben. En daar is ook genoeg stof, want uw carrière die heeft ook niet stilgestaan. Dat is niet normaal, wat het allemaal met mijn carrière aan de hand is. Om te beginnen, even... ik ken oorspronkelijk mijn carrière niet. Uw carrière, ja. Jawel. Dus, maar ik ken uw loopbaan minder goed als bijvoorbeeld onze aanwezige zieke die hier niet is. Maar Mailleux is daar familie van. Want er is één Mailleux die in mijn geheugen gegrift staat van de laatste maand. Dat is Julie Mailleux. Ah, ik dacht van dat het van Tuincentrum was, hij bedoelde. Nee, nee. Dat ken ik niet. Nee. Is er een Tuincentrum Mailleux vanuit Jabbeek. Nee, Julie is eigenlijk wel familie van mij. Is het echt? De Antwerpse dak van de familie. Voor de mensen die haar niet kennen, dat is Julie Mailleux, de vriendin van Jonas Geirnaert, medeschrijfster van Ja, anders de, moeten we het gewoon over Julie Mailleux hebben. Misschien is nee, dat, jawel, over jou. Wat is jouw link? Wel, onze opa's zijn broers. Mm. Ja. Het is toch echt? Het is geen mop. Het is niet eens ver fietsen in de stamboom. Amai. We zijn er heel snel. Ja, het zijn twee broers. Oké, okay, dus het is echt... Ja. Goeie maar we hebben elkaar nog nooit op een familiefeest ontmoet. Maar in het echt wel in het vak of zo. In het vak ook, maar veel te weinig eigenlijk. Mm. Dat is zo'n afscheiding in de stamboom. Mm. En die takken kruisen niet. Je hebt dat soms in mijn stamboom, maar anders is er veel te veel volk op. Ja, ja. Ah, oké. Okay. In een taverne. Goed gegokt dan. Ja, ik zocht een beetje... Ik was aan het kijken waar ze zocht, de linken. Ja. Nee, ook duidelijk dit. Een beetje creativiteit in de familie. Ja, op een ander absoluut. Level. Zeker. Oké. Okay. Zeg, en slager. Onze afwezige zieke, die zit al heel lang in de showbiz. Of in de comedian showbiz. Ja. Hoe zit dat bij jou? Hoe lang dat ik bezig ben? Ja, je draait al eventjes mee, toch? Ik draai zeker mee, ja. Op volle toeren, een achttal jaar, zoiets? Nee. Ik ben begonnen met comedy in 2007 en ik ben fulltime begonnen in 2011. 2011? Ja. Ja. En dat is intussen mijn vierde show dat ik schrijf. Ja. Dat ik aan het schrijven ben. Aan het schrijven bent? En ja. Wanneer mogen? November gaat klaar zijn, blijkbaar. Blijkbaar. Dan is mijn première. Wordt dat voor u beslist of mocht je daar zelf over beslissen? Hoe langer hoe meer wordt dat ik beslist veel te ver voor dien. Voor u? Of beslist je het zelf? Mee met mij, maar
Ja, je moet wel een datum vastleggen. En ik moet daar zijn, Thomas Smit, op die datum. Oh, garme, die jongen gaat er nog ja, dus ik ga in november in première met een nieuwe show. En dat is dan mijn vierde. Dus ja. Die gaat sowieso klaar zijn, want er gaan er mensen zijn. Ja. En heb je dat dan nodig om voor jezelf zo'n datum te prikken? Want dan moet het klaar zijn. Ik weet dat niet, dat ik dat nodig heb. Nee? Ik denk nu voor het moment dat ik dat niet nodig heb... Totdat het zover komt. Maar ja, en dan is dat een race tegen de klok. Je moet wel een soort frictie... Een frictie creëren. Hè? Mm. Dus zo'n beetje opgelegde stress. Ja. Dat helpt blijkbaar. Oké. Okay. Nu, je zei net ook daarnet tegen mij, ik zit zo in een impasse. Ik ben inderdaad aan het schrijven voor mijn nieuwe show. Maar een impasse, een tussentijd. Hè? Ja, een tussentijd. Een impasse klinkt alsof dat er... Dat klinkt zoals er niks een kloof van niets is. Ja, het is, maar dat is echt, niet. Ik zet me in een impasse. Ja. Nee, maar er zit geen mega kloof van niets tussen, want je bent volop nog bezig ook, hè? Ja, we zijn constant aan het optreden. Hè. Mm-hmm. Dus dat is nu niet in de culturele centra en niet in de zalen, maar in de cafeetjes en de plekken waar comedy eigenlijk hoort te zijn. Daar staan we nu. Ja, maar jij zegt we, en dat is omdat jij aan het toeren bent. Of een is jij en je schizofrene medepersonages? Ja. Nee. Je hebt het over jezelf en de Young Ones. Ja. Dat is het project waar je nu mee toert. Ja. Ik versta het al letterlijk. Dat zijn alle jonge comedians in het vak. Niet dat jij eigenlijk zo oud bent. Dat is een verzameling van jonge comedians in Vlaanderen. Er zijn er meer, hè. Mm-hmm. Maar het zijn er 6 dat we gekozen hebben. En wat ik gekozen heb. En dat is eigenlijk heel leuk om te doen. Mm-hmm. Omdat je eigenlijk, ja, is eigenlijk terug naar de basis van comedy. Dus we spelen ook in van die groezelige plekjes. Mm-hmm. En het is met 2 beginners. Mm-hmm. Oh ja, beginners, jonge gasten met talent, maar ja. Die nog niet zoveel ervaring hebben. Dus je hebt er 6 vaste en dan neem je telkens 2 van die 6 neem je mee op pad. Ja. Maar je zegt zelf terug naar de basis van comedy, maar voor hen is dat wel echt top. Want voor jou zijn die groezelige bars misschien al langer geleden, maar... Ja, voor hen is dat... Ik denk dat iedereen is toch heel gelukkig daarmee. Dus, maar ze zeggen dat toch tegen mij dat ze vrij gelukkig zijn. Thuis de roddel is nog niet aangekomen. In het hoekje thuis. Nee, het is vrij fun om te doen. En voor mij is het ook een unieke manier om mijn nieuwe shizzle te experimenteren. Oh, het wordt dus shizzle. Ik doe eigenlijk tweede deel van de avond doe ik dan volledig. Ja. Dus ik presenteer het eerste deel en het tweede deel doe ik dan volledig. Mm-hmm. En intussen hebben we toch al 5e nieuw materiaal. Dus in november voor u is dat echt een voedingsbron dan... van gewoon allemaal nieuwe dingen testen. En het is ook gewoon leuk om niet alleen in de notto te zitten. Hè. Dat is gewoon zo. Dus je moet daar ook niet aan ons over doen. Ik heb dat project voor 2 redenen gedaan. Omdat ik enerzijds vind dat mijn jonge gasten ook wel leuke speelplekken mogen en kunnen krijgen. En ook omdat ik dat gewoon haat voor alleen in de notto overal aan toe te zijn. En daar zo in een of andere... Ja, wat is dat dan? Meestal zo'n magazijn van het café waar de bierbakken staan. Om dat dan alleen te staan. Dan staan we dat met 3. Ja. En dat... Andere mensen brengen ook beste en anderen naar boven. Ik vind dat, ik ben ook veel beter op het podium dat er iets is van chemistry, snap je? Ja. Ik kan niet op een stoel zitten, recht staan en beginnen praten. Dat gaat niet voor mij. Dus ik moet in een goede sfeer zitten. Ja, en de goede sfeer begint dan al onderweg met die mensen. In de auto, samen op weg zijn. Ja. Ooit zijn begonnen met comedy, omdat dat leuk is om te doen. En op een bepaald moment heb ik ook gerealiseerd, ik zit hier in een backstage van een cultureel centrum onder een theelamp naar 5 spiels te kijken, waar ik 5 keer mezelf in zie. En dan vind ik dat soms moeilijk om dat te associëren met af en toe nog een duvel of een bos ruikers erna. Ja, het is dat. Dus ik pak ook op tournee, ik ga nooit meer alleen op tournee. Ja. Ja, en ik zei nu wel, het begint al onderweg met die mensen, maar het zijn niet zomaar die mensen. Je hebt er 6 toppers uitgekozen. Wie zie ik ertussen? Edouard de Pre, Amélie, die de... Amélie die intussen jongens Comedy Cup gewonnen heeft. Dus dat heb jij goed gepitcht? Ja, absoluut. Clover en al die mannetjes en vrouwtje. En vrouwtje. Ja, en vrouwtje. Dus 1 van de 6 een vrouwtje. Ja. Daar gaan we het niet te hard op doortrammen, want dat hebben ze in de actualiteit toen al genoeg gedaan. Dat. En krijg je haar nog mee sindsdien? Of is ze nu vol bezit? Ze moet. Ligt die vast. Onderbetaalde optredens. Ja, maar als ik het hier zo hoor, mogen afspraken wel af en toe eens verzaakt worden. Hè? Ja, dus, bij mij niet. Shit, we hadden nu die afspraak met Thomas we moeten doen laten die, maken. Hè, we doen die. We hebben ook een captatie gehad over laatst met al die jongens op 1 avond. En... Ja, ik ben heel content van het project. Ah, dus dat is voor herhaling vatbaar. Ja. En de captatie, is die al uit?
we gaan dat niet uitbrengen. Dat is eigenlijk voor die gasten is dat gewoon een goede opname van jezelf hebt. Mm-hmm. Dat is ook al tof om een klein beetje mee aan de slag te gaan en wat bekendheid online of zo te krijgen. Dus voor degenen die nu luisteren, je kunt waarschijnlijk dan bij de comedian zelf wel die stukjes terugvinden, maar het is niet dat dat integraal bijvoorbeeld Steven Mailleu en de Young Ones ergens staat. We gaan staat. Er geen DVD van maken, nee. Nee. Nee, nee ook geen hippe vinylplaat of zo. Ach, ik heb het gevoel dat er hier al superveel platen staan. Ja, tegenwoordig. En het is ook terug in, hè. Precies iedere... Ja. Het is een standaard. Wist je dat niet? Zet je niet mee? Ah, maar ik ben niet mee, nee. Dat is blijkbaar echt wel een vaststelling. Op een bepaalde vlak ben ik echt niet mee. Oh, ja? Shit. Dat is waar. Ik ben niet zo op de hoogte van dingen. Zou je niet beginnen panikeren? Maar ja. Nee, voor mij is het oké. Dat is goed. Als je ze nu aan het opbouwen, dan naar die nieuwe show. Ja. En daar gaat je materiaal dus voor gebruiken vanuit alles waar je nu mee toert met, mm-hmm. met de Young Ones. Ja, dat denk ik wel, ja. Je zei het ook net, vorige show zonder filter, maniak, wat is er nog allemaal gepasseerd? Ja, de eerste was echt majestueus. Majestueus, ik dacht, laat ons een keer een showtitel kiezen dat niemand kan onthouden. Majestueus. Het is ook zo gemaakt voor de Gentenaren, ja, precies. Hè. We moeten vooral geen hevel kunnen. Nee, nee. Majestueus. Maar dat was een beetje de eerste waarmee dat je zo wat wijdverspreid... Ja. Dat is mijn eerste tournee. Dat is vlak nadat ik zo'n comedywedstrijd gewonnen had. Mm-hmm. Was dat Humorologie, zeker? Ja. Humorologie. En dan had ik direct een schoon tourneetje. Mm-hmm. En dat is de keer gegroeid. En dat allemaal zonder media. Dank u wel. Ah, dat is eigenlijk nog wel tof om te zeggen in deze tijd. Ja, absoluut. Ah, dat is cool. Want inderdaad, je zegt het zelf, toen is het zo'n beetje begonnen. En ik heb ook daar straks vermeld, Nigel Williams, klopt die info eigenlijk? Aan het begin van uw comedy-stapjes. Ik ben ooit begonnen met Nigel Williams in een workshop samen met Hubbels. Mm-hmm. Dat is in de eerste, tweede nog optreden van dat klasje van Nigel. Maar wacht, dan moet je even... Nigel organiseerde een klasje? Nigel had een workshop, een reeks, in een cultureel centrum. Ik denk dat dat ergens aan de kant van Antwerpen was. Mm-hmm. Waar, ik vind dat waar gegeven de beginnende komiekjes ja. Konden aan deelnemen. Mm-hmm. En ik en Philippe zaten dan in de klas. Dus ik heb Philippe zijn eerste stappen ook gezien. Ah ja. Praten tegen 6 cursisten. Oké, okay. Ja, gewoon dat over beeld. Over de Colruyt, dat was echt zo... Ja, maar ja, de Colruyt, dat is inderdaad... Intussen, toen was dat dan nog nieuw, de Colruyt. Die werd en dan... toen in de Colruyt, ja. Die kwam dikwijls later toe, omdat die van de Colruyt kwam. Dus, en dan zijn wij twee daar dat weer verder gegaan. Avondschool comedy, zo, ja. Avondschool comedy, ja, dat was zo echt zo... Naast de job, een D-cursus. Een D-cursus bijgedaan. In wat? Verpleegkundige of zo? Nee. Ja. Comedy. Ik vind dat wel een geestig concept. Het heeft u iets opgeleverd dan? Ik doe het nog. Mm-hmm. Maar tuurlijk, ja, dat is een soort een katalysator. Hè? Iemand die dat plots zegt. En nu hadden we dat wel doen voor het publiek ook. Hè? Ah, ja. Dus je volgt dat klasje. Maar dan op het einde van het schooljaar... Nee? Studeer dat. Moet je wel krijg je diploma. Een thesis doen. In een of ander café. Waar dat de leraar dan iedereen geforceerd op het podium duwt. Want... alles aan jou zegt van nee, we gaan dat niet doen. Hè. Ja. En dan zei Nigel, jawel, we gaan dat toch doen. Mm-hmm. Dat was dan ook in het Antwerp zo, gok ik. Oh, ik weet dat niet meer, ja zeker. Ja. Is dat zo lang geleden? Dat is al lang is geleden, ja. Het is 10 jaar geleden, ja. Weet ik veel, man. Weet ik nog veel van 10 jaar geleden. Ja. Allee, maar zo grappig. En die thesis moest ook uitgeschreven zijn? Nee, dat moest niet uitgeschreven zijn, maar dat was met een bord en al. Hè. Dus dat was dan zo associatieoefeningen en... Ja, maar Nigel deed dat wel goed, hè. Ja. Ik vond dat wel tof. Vroeg dat hij er geld voor? Ja, die vroeg er geld voor, maar niet dat hij hem daar... Oh ja, hij ging zijn als comedian er niet mee weet mee je ook voelen. Wel dat je met een 1 optreden meer verdient dan dat je 4 avonden in een week met pukkelige beginners dat toch een vorm van moeder Teresa gehaald is, hè, voor dat te doen. Ja. Dus Nigel heeft dat ook altijd wel gehad, hè. Ja. Dat hij hem ook jonge gasten steunde. Mm-hmm. Dus misschien is dat nu wat ik doe met de Young Ones... wel ergens geïnspireerd op wat Nigel deed met ons dan. Ah ja. Want zonder old facts die... Mag jij noemen die zelf? Maar old facts, ja. Fact. Nee, maar... Uit 11 jaar of lang in het vak zit, dan is dat logisch dat je... Ja, dan vind ik ook een soort verantwoordelijkheid hebt van... Ja. Kom tot mij. Binnen 10 jaar, dan blijf je ziek in je bed steken. Dan baal ik ook niet meer af.
Dus dat is een tussenstap. Oké. Okay. Ja, ik vind dat wel slim. Jij neemt je collega's gewoon mee op pad. Dat is wel slim gezien. Maar het is gewoon being together. Mm-hmm. Ik denk dat, nee, dat er heel veel mensen vaak passeren hier comedians die dat zo niet veel tijd hebben om anderen aan het werk te zien of die dat dan ook zeggen. Dat valt eigenlijk niet... Oh, maar ik heb niet... veel tijd, hoor. Ik heb superveel tijd. Ik weet dat dat totaal niet sexy is, maar ik heb heel veel tijd. Oké. Okay. Echt waar. Mensen die met mij willen afspreken, is vragen wanneer kun je altijd. Moeten wij nu eventjes een oproep doen voor een date met Dat mag. Met ik ken Steven. Tijd. Dat is allemaal goed. Of zo in het Gentse, als je... Nee, maar ik heb tijd. Ja, dat is echt zo. Ik doe comedy. Ik treed op. Mm-hmm. En dat is het. Mm-hmm. Maar jij leeft daar ook van. En ik leef ervan. Dat is echt wel crazy. En dan nog tijd hebben. Dat is tof. Ja. Dat is eigenlijk wel cool. Ja, en ik verdien je eigenlijk veel te veel geld in veel te korte tijd, waardoor je tijd over hebt. En dan op het einde van en de al de rest van de week doe ik alles wat andere mensen doen, maar heel traag. Ja. Dat is zo. Het huishouden komt daar ook bij ik dan. Doe alles traag. Ik doe mijn vuilzak buiten in een namiddag in plaats van in 5 minuten. Snapte? Ik verzet hem om 12 uur. Ja, twee maar meter. Dat is niet traag, dat is gewoon wat later. Of ja, doe je daar dan ook nog een kwartier? Tantra-versie van huishouden dat ik doe. Ik denk, moest ik nu een echte job doen, dat ik waarschijnlijk wel iets heel veel stress zou krijgen. Plots. Dan zeg jij je vuilzakken zou niks op een seconde buiten staan. Ja, nee. Maar ja, ik ben ook huisman en al. Hè. Dus ik kook en ik ben een huisvader. Huisvader. Ja, ja. Ja, ik doe... Dus je bent eigenlijk ook dan nog eens een droomman, een nieuwe man. Een droomman, een nieuwe man. Fulltime comedian. Je rijft dan de centen blijkbaar ook nog eens binnen. Ik rijf de centen alsof ik een echte job heb. Een full package gewoon. Dat is full package. Ik snap het ook niet. Dat is zo'n win for life. En af en toe moet ik er in mijn auto kruipen. Maar ja, we lachen er nu mee. Maar je zei het daarnet ook, hè. Het is wel echt belangrijk. Ik moet echt tijd steken in mezelf, ook naast het podium. Omdat ik anders zou ik flippen, denk ik. Of zou ik... Oh ja, of dat is verwoord zo. Ik het verkeerd? Corrigeer mij als ik het verkeerd verwoord. Maar je zei dat er net nog tegen mij, dat toch... Ja, dat is... Eigenlijk optreden is een soort aanslag op je systeem. Hè. Mm. Dus als je 3-4 keer in de week op een podium staat, dat zijn nou 3-4 bommen van een of andere endorfines die in je kop losgemaakt worden. En daarvan moet ik toch bekomen. Hè. Ja, dat is een beetje afkicken. Dat is echt afkicken. Ik denk dat... Ik heb dat sinds kort door dat bij mij wel met ouder worden zeker heftiger wordt. Ja. De discrepantie tussen enerzijds de bom en de krater. Ja. Het is niet dat deprimerend is of zo, maar dat is gewoon je systeem moet even bekomen. Hè, man. Dat is hetzelfde. Ik beeld je in dat hij 4 keer in de week 2 uur een karaoke doet. Daar word je toch koko-loko van. Zalig, ik zou weten. Ja, maar je hebt dat gedronken. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon op zich. En het zet dat 200 man naar jou te kijken. En hij, waarom zeg ik dat nu dat dat met karaoke is? Maar gewoon om het bevattelijk te maken. Natalia eigenlijk of zo. Ja, hij staat twee uur per dag te schreeuwen naar die tekst die daar uit in televisie komt. Mm-hmm. Nee, met die ondertiteling. Hij doet dat mee 2 uur per dag. Iedereen zit te joelen. En de zaal loopt leeg. En hij staat daar. Dat is wel even... En naar huis naar je kippen. En dan zit hij de maandag. Inderdaad, met je kieknieten te geven met een lepel. Ja, het contrast is... Het contrast is groot, hè. Ja, dat is waar. En je zegt ook met ouder worden... Ik denk dat ik... Maar ik heb ook een zeer heftige speelstijl. Hè. Het is niet dat ik op een barkruk zit voor te lezen of zo. Hè. Nee. Dus van mij is dat wel... Dat er weinig comedians zijn die even fel op een podium staan dan ik in Vlaanderen. Ja, ik denk dat wel. Hè. Denk dat... Je zei ook, meditatie helpt er dan ook wel tegen. Jazeker, ja, dat doe ik wel iedere dag 2 keer. Iedere dag 2 keer? Ja, oh, 20 minuten. Nee, maar het is ik heb duidelijk tijd, dat je tijd hebt. Ja. Maar ja, ik wil het maar... Je hebt het ook wel nodig, punt. Ja, ik heb dat nodig. Ja. Dat is niet erg om dat toe te geven. Hè. En op zich zorg je dan zelf ook, zoals nu met de Young Ones, dat die krater niet mega hard is. Hè, dat je ook gewoon in gang blijft. Tuurlijk. En dat het misschien niet die show, die vullende zaalshow van jezelf solo en daar staan en bejubeld worden, maar dat het toch ook altijd blijft leven. Ja, ik probeer en dat gewoon to give. Snap je? Iets geven aan andere mensen ook. Niet alleen maar je eigen ego bezig zijn. Dat is sowieso een ticket to hell is.
Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat alleen maar met je ego bezig in je leven, dat er vroeg of laat iemand van achter toe is gekomen met een mensen vooraan, maar dat van... Boef, en nu, nu is het voor echt, hè, manneke. Dus jij gaat zorgen dat dat je absoluut niet nee, gaat overkomen? Nee, ik ga er alles voor doen om niet een egocentrische enkel te worden. Oké. Okay. Want ik denk dat wat dat wij doen, is een soort ingrediënten... Nee, de ingrediënten heb je al. Een mix. Dus als je goed roert... Moet nog eens lepelen een paar keer en het is binnen. Als je goed roert en wacht, word je gewoon een egocentrische enkel. Ja, oké. Okay. Dus als je daar niks aan toevoegt, mm-hmm. die koek niet vastmaakt, denk ik wel, dat is logisch, hè. Mm. Iemand die er alleen staat, kijkt naar mij en iedereen lacht. En als hij dan denkt dat hij echt zo tof zit of dat je wat duur was, ja, dan is hij niet goed bezig, hè. Oké, okay, dus maar wel ik, kan afdalen, ook, ja, ik kan nu al oordelen met kort met u te babbelen. Ja. Je komt niet over als een egocentrische eikel, dus dat is al goed, hè? Bedankt. Alsjeblieft. De pellen halen. Het is ook heel gemakkelijk naast de afwezige die heeft afgebeld. Ik mis hem niet meer. Of zelfs niet zelf heeft afgebeld, we hebben hem moeten opbellen. Ja, dat mag gebeld. Ik heb hem afgebeld. Thomas, hij kan niet komen, want hij is ziek. Oké. Okay. Maar, en je zei daarnet al, ik denk dat er weinigen even hevig staan te springen op het podium. Mm-hmm. Nu, afgelopen week is er wel iemand gepasseerd die het toch ook wel zo wat er tegenkomt, Jeroen Leenders. Ah, Jeroen, ja, ja. Dat is okay, wel... maar die is nog een stukje heftiger. Is het stukje ja, heftiger? Denk nu terug. Ah, voilà, maar je zei niemand dat er heftig. Nee, maar ja, ik ken Jeroen. Jeroen is een van mijn beste vrienden. Ja. Maar Jeroen heeft al verschillende episodes gehad in zijn comedy carrière. Die heeft ook een periode gehad dat hij gewoon stond te praten op een heel rustige manier over de diepste essentie van het bestaan, mm-hmm. zonder dat het eigenlijk comedy was. Dus dat heeft hij ook gehad. Maar ik heb nu gisteren naar hem gebeld en blijkbaar heeft hij nu terug 15 minuten staan knallen in de Narenberg. Mm-hmm. Dus weer met de heftige stijl van weleer. Ja, dus ik ben ja. content dat hij dat teruggevonden had ook. Ja. Ja. Ah, wel, inderdaad, is zoals je het zegt. Iedereen was enthousiast, wild enthousiast. Mijn collega's zeiden zo... Ah, ah, ah. Ik, ja. wou gaan, maar ik dacht dat hij speelde in de vooruit. Dus ik stond met mijn fiets aan de vooruit, terwijl dat Jeroen in de Arenberg ja. stond. Ah, wel. Maar ik zal in elk geval... Mijn headbangende collega Pepijn zit hier zo verlegen met plots een rode kop. Maar die had een fantastisch fragmentje dat hij ook mee had. Dat hij eventjes wilde laten horen. One free kill. Niet free, gelijk Thomas Smith, ja. maar free van een gratis kill of een toegelaten kill. Ik zal het er eens eventjes bij nemen. Alle vrouwen zouden zo'n kaartje moeten krijgen, zo'n one free kill. Alle vrouwen zo'n kaartje krijgen, zo'n één gratis moord per jaar. Eén moord, die gaat niet goed afleggen. Want het geloof meer gevaar dan mannen, als je wordt gevraagd, gewoon fuck! En je mag gewoon eruit. Tannen. Dat de police aan komt en je gewoon een kaartje ziet. Prima, kaartje afgeven. Kaartje afgeven. Ja, gratis is het de gevangenis. Je moet zelfs niet verkracht worden, hè. Gewoon. One free kill. Dan ga je gewoon in een bus kunnen staan. En je krijgt een beetje een raar gevoel van die kerel naast u. En je moet zo... Aaaaaah! Een raar gevoel is weg. Prima, naar huis. Hé, we zouden echt een andere wereld hebben. Sowieso minder verkrachtingen. Sowieso. Tuurlijk wel. Alle mannen op straat in Kevlar. Wat gaat het doen? Even naar de nachtwinkel. Ik kon een appel halen, maar dat is super gevaarlijk. Ik heb wel vrouwen zo'n aangevoel. Mozig. De wereld zou helemaal vragen. Kijk, wat zie je? Mannen moeten zo'n kaartje niet geven. Verstaan we? Mannen, dat kaartje. Kijk, mochten mannen zo'n kaartje geven elk jaar? 14 januari zijn al die kaartjes op. Dat is zo. Maar ze met minste water, fuck! En de rest van het jaar moeten ze goed vertoeven. Wachten tot het nieuwjaar is voor een nieuw kaartje. Maar vrouwen zijn anders, vrouwen zijn spaarzaam. Die zullen een kaartje goed bij hebben.
Je zou zelfs in de verkrachting nog denken, misschien komt er straks een erger. Dus ik dacht, oh. En we zouden aan het eind van het jaar zouden er zoveel kaartjes in omloop zijn die nog niet gebruikt zijn. We zouden een heel ander oudjaar krijgen. Stel het! We zouden samenkomen met vriendengroepen. Stel het, hoeveel kaartjes hebben we? En ik heb die nog mee van de bommen. Want ik had toch niet... Dus een fucking gewone, een stalle tafel vol kaartjes. En dan naar buiten gewoon met z'n allen. Ja, dat schetst het een beetje. Oké, okay, he wins. He wins? Ja, je is feller dan ik nu. Ja? Maar dit is zot, dat is de max. Ja, ik zei het, hè, dat er toch iemand te vinden moest zijn. Ik ben content voor hem weer zo te horen. Dus, ja? Ja, absoluut. Dus die duistere... Dat is niet weg, hoor. Dat blijft erin zitten. Maar nee. dat heb jij niet. Jij gaat nooit op het podium staan en zoals gezegd, zoals Jorien al eens een passage had gehad, wat duisterer was. Ja, nee, ik had er de bal niet voor, denk ik, like dat die hem dat had. Ik denk dat dat... Ik moet er ook niet aan ons over doen, dat die hem dat... Oh ja, de bal, oh ja. Ja, wat is dat, hè? Dat is een persoonlijkheid, hè. Die trekt dan van niks iets aan, hè. Ja. Dus... Jij wel? Ik wel, ja. Ja? Veel meer dan hem, ja. Die is veel destructiever dan mij. Ik wil met iedereen vriend zijn. People pleaser. Ja, maar dat is al beter. Maar dat is wel het basisingrediënt van je karakter, hè. Ik ben iemand die graag harmonie heeft. Dat is zo, ja. Dat is ook niet erg, hè. Empathie, diplomatie, zit er allemaal in. Ja, ik vind... boelen met mensen vind ik gewoon niet zo plezant. Dus, en dat... Thomas, je hebt het gehoord, hè. Nee, ja, ik vind het leuk om gewoon... een leuke tijd te hebben, hè. Oké, okay, ja. Maar blijkbaar was het dus ook wel een superleuke tijd met Jeroen Leenders, True Man, in Arenberg. Dat zal wel absoluut zo zijn. En inderdaad, is wat ik zei, veel andere collega's zeggen dan ik heb niet zoveel tijd om te gaan kijken of andere materiaal. Jeroen heeft dezelfde strategie dan mij in het leven. Hè. Die heeft ook veel tijd. Wij hebben veel koffie gedronken. Hè. Ja, maar toch en ook... En denk traag gedaan. Nu, ik heb ook nog wel één tip hoe dat je absoluut ervoor kunt zorgen dat je andere collega's hun materiaal niet mist, elkaar niet mist. Jij hebt ook nog een goede techniek. Gewoon ze mee op pad nemen en in het wereldje de kleine bars terug aan doen, waardoor dat je iedereen blijft zien. Maar je kunt ook gewoon je oren spitsen bij ons comedy nieuws. Kun je het ook doen. Reclame. No such thing as a fish. Zegt u dat iets? Zeker. Ja. Heb jij ze van? Ik ben van Oostende, dus dat doen ze niet anders dan dat zeggen. Ah ja? No such thing as a fish. Ja, maar het komt ook wel van over het water, hè? Ja. Oké. Okay. Jij kent de podcast, je kent alles, nee, je kent de talkshow. Nee, ik weet het niet. Ik ben al 7. Ik was daarop aan het wachten. Maar ja, ik vond dat bracht mij naar een dieper denkniveau. Van, inderdaad, dat is wel... Oostende, er is niet zoiets lijkt een vis, ja. Ja. No such thing as a fish. No such thing as a fish. Maar dan op zo'n Oostends, dan verstaan niemand. Er is niet een vis. Er is echt niet een vis. Ja. Een soort filosofische Mark Kramer in Oostende. Mm-hmm. Er is toch echt niet een vis event. Ja. Maar ik kan u verzekeren dat dat team achter No such thing as a fish dat nooit op die manier gaat zeggen. Mm-hmm. Want het is een Brits team, dus dat kan al niet. Hè? Ah ja, dat is dat ding op dat flyerje dat ik gezien heb. Dat is nog een keer reclame. Nee, maar het gaat over No Such Thing as a Fish. Die hebben absoluut niks aan het feit dat we daarover babbelen. Dus gewoon, dat is gewoon wel echt de moeite waard om eens te checken, moest je het nog niet gezien hebben. Ah, ja? Dus dat is ook gewoon een podcast, een bestaande podcast. Ah, ja? Die heeft al awards gewonnen. En die komen dus live naar Narenberg op 4 juni. Dus dat is heel interessant als je het eens live wilt meemaken. Ik ga kunnen, nee. Ga je kunnen? Ah, ja, je tijd zat. Uw show is er dan nog niet. Nee. Die hebben dus ooit al het Sydney Opera House uitverkocht. Wat u zegt, just saying, dat is toch groot? Dat is super groot. Je hebt er al gestaan. Ik had er nog op school gezeten. Ik. Ja. Dat was ook ergens in de buurt van Oostende. Ja, absoluut, ja. Die hebben ook hip gedaan en nu een podcast ook op vinyl en zo uitgebracht. Maar gewoon al die rommel niet kopen en gewoon ze live checken.
Gewoon gaan. En waar is het juist? In de Narenberg. Ik zal het nog eens herhalen. Maar dat wist al zeker. Een live op 4 podcast. Juni. Op 4, 4 juni. Juni. Oh, het gaat warm zijn. Oh my, dat, ja. Terrasken is ook leuk natuurlijk. Ja. Ik moet 4 zien, juni. Hè? Als het regent een dag, dan komt het, ja, en anders niet. Ja. Maar in elk geval, koopt gewoon, ja, al uw tickets via livecomedy.be. Dan is het al gebeurd. Ja. Heb je hier een bankcontactbakje? Ja, van dat bakje? Ik zal het al een overschrijving doen. Nee? Hier is het. Ja. Oké. Dan hebben nog we... iets? Ja, tuurlijk. Is er nog iets leuks? Ja, nog iets leuks. De finale, ja, is geweest van het Leids Cabaret Festival. Joepie de Poepie, ja. En Sanne Huns was tweede. Ja, heb je het gezien? Nee, maar je is komen spelen op een ding dat ik organiseer. In Woest, in Gent. Daarna, ervoor? Ervoor. Ervoor nog. En dan dacht ik, die had er niet ver van zijn. En die was er inderdaad niet ver van. Zie? Tweede, hè? Instinct op vlak van comedy. Mijn instinct op vlak van comedy, de rest ken hij niet, hè? Maar op vlak van comedy is mijn instinct, dat is goed, hè? Ik ben, ja, heel content. Het was ook een hele sympathieke kerel en een echte, ik ben benieuwd wat ik voor een avondvullende show van hem te zien. Staat hij al op de agenda van livecomedy.be? Nee, maar wat hij wel doet, is uiteraard omdat hij gewoon mee in de finale zat, is de finalistentournee, hè? Dus die gaat wel gewoon mee toeren, samen, ja, met de... Ja, tuurlijk. Dus, samen, ja, met Gavin... Gavin Reinders en winnaar, Jasper. Goed, hè? Maar de winnaars zijn wel Nederlanders, die interesseren ons minder. Hè? Dat is maar... We willen onze landgenoot steunen. Hè? Een beetje. Maar gaat het tot in Nederland met al hun tijd zat? Ik speel niet in Nederlands, omdat ik dat voorlopig geen interesse heb. Geen interesse voorlopig? Nee, ik vind dat ik weet het niet. Ik heb voorlopig nog geen hoesting in, ja. Mm-hmm. Dat gaat misschien nog komen, maar ik heb voorlopig echt optredens genoeg hier in ons Vlaanderen-Belgenland. En voorlopig zit ik vrij content en heb ik het gevoel dat er nog veel te ontdekken valt. Dus waarom wel? Ja. Well, ik dus veel... verder rijden. Ja. Ja, je zei het al, je zit niet graag alleen in een auto. Hè? Nee, maar ik denk ook als je in Nederland speelt, moet je een plan hebben daarmee. Ja. Want ik heb al van veel collega's gehoord dat dat allemaal vrij tof is om te zeggen ik speel in Nederland, maar dan... Ja, dan speel materiaal... je in Nederland. Hè? Ja, en je moet het materiaal toch ook wel een beetje... Niet zozeer veranderen of aanpassen, maar je moet toch een beetje wel rekening houden met bepaalde... Als ik naar Nederland ga, ga ik het zeker moeten veranderen. Want ja, als ik op mijn manier praat, zoals ik in de zaal praat, in België gaan er in Amsterdam heel veel mensen... Een rare naam. Jeroen doet dat wel, hè? Die doet dat wel voor. Ja, maar die heeft ook al gezegd van ja, zijn woordkeuze is wel anders. Dus hij heeft dat ook al veel gedaan, hè? Dus hij weet wel hoe hard hij zichzelf al niet kan zijn. Dus als je dat doet, moet je daarin investeren. Hè? Nu, in elk geval, iets winnen in Nederland helpt ook al. Hè? Dus als je dan een soort festival. Ja, maar dingen winnen, echt waar. Het gat. Ik heb dat gat met al die wedstrijden. Ik vind dat de grootste bullshit dat er bestaat. Maar je hebt het ooit dan aan het begin wel meegemaakt. Ja, ja. En ik heb één gewonnen en ik gezegd van het is goed, jong. Ja. Ik doe het niet meer. Nee, want ik word ook... Het slechtste in mij komt boven in de wedstrijd. Echt waar. Competitief. Oh my shit, ja. Dan komt dat egocentrisch kantje boven. Dan wil ik dat iedereen sterft in de finale. Dat ik gewoon met de bloemen naar huis aan de juryprijs, omdat iedereen dood is. Dan stap je over die lijken. En... Ja, dan stap ik even. Ha, ha, ha. Nu heb ik jullie allemaal. Ja, ik heb er heel veel mededogen voor mensen die wedstrijden aan het doen zijn, omdat ik weet van mezelf hoe dat ik me dan voelde. En maar ja, ik denk dat onnatuurlijke ook... sensatie dat was voor vlak voordat je op moet in een wedstrijd met een hartslag van 200 daar. Ik heb een sprinter. Terwijl ja, je wil gewoon mensen aan het lachen brengen. En dan kom je zo in een vervormde kop op het podium van... Kun je helemaal kapot maken? Maar nu ga ik al naar het lachen brengen. Ja. Maar ja, dat is ook wel. Je doet dat ook om een opstapje te hebben. Hè. Allee, eens dat dat gepasseerd is, heb je het normaal gezien. Dan eens dat gepasseerd is, ben je vrij. Dan ben je vrij. Dan heb je tijd zat om alles traag te doen? Ja. Traag en geen wedstrijden meer mee te doen. Voilà. Ja, maar er zijn ook meer wedstrijden dan comedian, hè? Ja. Dus als je nooit de wedstrijd gewonnen hebt, wil dat echt wel zeggen dat je niet goed bezig zit. Maar dat is zo. Ja, het is een vreemde evolutie geweest dat comedians pas mogen optreden als ze een wedstrijd wonnen of als ze een of andere media-affaire. Daar heb je je nooit schuldig aan gemaakt, hè? Aan zo wat meer tv... Nee, maar omdat ik ook denk dat dat niet mijn vorm is. Of de vorm dat ik doe, heb ik nog niet kunnen omzetten in televisie. En dus niet dat ik tegen televisie ben, maar... Ik vind wel, als je erop komt, moet je
het gevoel hebt dat je kunt doen wat je op het podium doet. Of toch iets dat even fijn is. Mm. En voorlopig vind ik hetgeen dat ik doe op het podium de max. Ja, dat is en ik wil daar geen flauwe versie van op televisie. En daarom doe ik nu al 4 voorstellingen op die manier. En nu, dat is geëvolueerd naar een punt dat ik eigenlijk bijna overal een volle zaal heb. En dat ik heb helemaal op eigen kracht gedaan. En daar ben ik wel trots op. Mm. Omdat je gewoon show per show toont wat je kan. En dan komt er iedere keer meer volk. En die mensen zitten daar om de reden dat ze er moeten zitten. Namelijk dat het goed is. Man, ik heb hier nog nooit zo'n evenwichtige comedian voor mij. Ja? Straks ga ik huilen, hoor, als het naar huis staat. Ja. Oh. En dan vers van de pers heb ik ook net nog maar aangekondigd. Daniel Sloss komt terug. Ja. Ken je hem? Ja, ja, die ken ik. Ik ga die elke keer op Netflix zien passeren. Ja, ja. Inderdaad. Is ook al vaker. Vond die wel funny. En wanneer moet ik dan naartoe? 1 en 2 november. Ah, november. Excuses. Ah, oké, dat gaat nog anders. 1 en 2 november. Dat is waarschijnlijk papier en glas, hè. 1 en 2 november. En deze keer een beetje grotere kap. Hij is hier al geweest, hè. Maar je hebt hem dan nog niet gezien, denk ik. Hier op die bureau ook. Ja? Hij is hier al geweest. Ja. Hmm. Ja, Daniel Sloss, hè. Ja. Het is al op de stoel gezeten waar jij op hebt gezeten. Dus hij komt naar de Vooruit, naar Arenberg. De Arenberg. Dus je moet er zelfs niet ver voor gaan. Allen daar opnieuw heen. Ik ga mijn shows cancelen en naar al die dingen gaan kijken. Maar nee, je hebt sowieso daar tijd voor ook. Dat lukt wel, okay, om dat in de agenda te passen. Maar hij weet het, hè. Ik weet het niet. In elk geval, voor al het voorgenoemde, ja? Kunt je naar livecomedy.be om je zeker, tickets. Ja. En voor uw show... Mijn show komt... De data staan nog niet online, maar er komen er... in april of mei gaan we ze communiceren. Mm-hmm. En dan hadden we een vijftigtal data's in het eerste seizoen. Mm-hmm. En dat zal via mijn Facebookpagina, Steven Mailleux, vind ik leuk. Wordt daar eerst medegedeeld. Steven Mailleux, de fanpagina, dames en heren. En daar komt ook al mijn... Het is even mijn moment nu. Al mijn opnames van de vorige voorstelling zonder filter. 4 sterren voorstelling. Meerdere mediakanalen die daar lyrische commentaren over geschreven hebben. Tegenwoordig smijt ze wacht de even. Sterren rond toe. En wat dat we dus gaan doen... is we gaan vanaf mei gaan we daar eigenlijk alle bits van die voorstelling gratis opzetten via de Facebookpagina Steven Mailleux. Via de Tube. En als je mij niet kent via van de media, kun je me misschien echt leren kennen via mijn werk. Via je werk. Artistieke creaties. Via je werk en kom je dichter bij jou in contact. Ja, dan kreeg ik als het ware een inkijk in mijn ziel. Een inkijk in je ziel. In mijn ziel. Totaal in balans zijn. Dus je gaat wel een andere tour op met dit materiaal. Ja, ik denk dat we toch dat we daar wel kunnen van uitgaan, ja. Dat is dat ook het accent dat je van bovenaan? Ja, want dan kunnen we wel naar Nederland, hè. Dan kunnen we direct vertrekken. Ja, maar vertrekken, dat is de manier waarop ik op het podium sta, hè. Ah ja, oké. Okay. En deze laatste nieuwe show, daar gaan we dus alle data voor krijgen. Alle data gaan we vanaf, april, mei. Dat ligt nog niet zo vast, hè. Maar de data show, liggen vast, show... maar er is een heel plan mee. En dat gaat super, super verrassend zijn. Maar ik weet het plan niet. Dus... misschien gewoon de pagina liken. Ga je een bommetje droppen? Wat? Zo ga je een bommetje droppen, een announcement over alle kanalen. We willen een redelijk beperkte tournee eerst communiceren en die gaan we allemaal knalvol steken. Oké. Okay. Dat gaan we doen. Maar vergeet niet dat altijd 1 keer per maand papier en glas is. Papier en glas. Oké. Okay. Goed? Ja. Dus ik speel nooit op zondagavond, omdat ik... ik wil dat niet aan iemand anders overlaten. Oké. Okay. Hoe? Goed deal. Ik heb nog groot comedy nieuws. Maar ik heb daar wel Big Boss Tom voor nodig. En dan mag je hem nu binnenroepen. De grote baas. Het brein achter deze podcast. Yes. Dag Elisabeth. Hey, hallo, dag Tom. Hallo. Heb je mijn vriend Steven al ontmoet? Ik heb jouw vriend gezien. Dag Steven. Ja, we zijn een koppel, Tom. Sorry. Ik heb een ondertekend document, dus het is een orde. Dat jij mijn werknemer zomaar te versieren. Ja, ja. De tip van Tom. Ik had gezegd, nog groot comedy nieuws. En eigenlijk is dat ook wel zo, hè. En het is een beetje van onszelf, dat is wel leuk, hè. Ja, absoluut. Ik had er heel gelukkig van worden. Ja. En dat is niet de... Allee.
en productief. Er zit hier nog een werknemer die je kunt versieren, hè? Die is er ook bij komen zitten. Dag, dag Peter. Dat is verleden tijd. Dat was van toen we samen in het leger zaten. Maar... Goedemiddag, dag Elisabeth. Hallo. Ik ben terug in de kast de Kroon. Peter de Kroebelen is hier ook bij komen zitten. Yes. En dat is nodig, hè, want we hebben samen nieuws, hè? Klopt dat? Ja. De tip van Tom van deze week is... deze keer is geen comedian, zoals ik dat voorbije weken heb verteld. Maar eigenlijk, mijn tip is Peter de Kroebelen. Ja. En we hebben Peter gevraagd om... Het is een nieuwe zaalshow. Nee, gelukkig. Gelukkig heeft Peter geen nieuwe zaalshow. Peter heeft voor altijd beslist dat hij nooit een nieuwe zaalshow niet meer gaat. Nee. We hebben Peter gevraagd om een nieuwe podcastreeks te maken. Mm-hmm. In navolging van deze zeer succesvolle talkshow. Mm-hmm. En de ook de, zeer succesvolle sprookjes. De niet zo serieuze die, sprookjes, ja. Die in toch wel in de iTunes-charts toch wel hoge toppen bindt te scheren. Hebben we een nieuwe reeks die binnenkort gaat langskomen. Mm-hmm. En Peter heeft die gemaakt en is die aan het maken. Mm-hmm. En daarvoor heb ik Peter uitgenodigd om daar eens een woordje uitleg over te geven. Ja, want inderdaad, je zegt de tips zijn niet... Het is niet een comedian deze keer, maar eigenlijk zitten er ook wel comedians in, hè, Peter? Ja, dus alleen maar met comedians. Dus het gaat over het lange, klassieke, trage interview. voilà. Hè? Dus het is niet de hectiek of het hippe of het dit of dat. Het is gewoon heel lang, zo mogelijk goed gesprek met komieken. Ik moet nu wel zeggen, dat is niet met alle respect te Steven, maar niet met Steven Mailleux, maar ook met niemand uit zijn generatie. Het gaat echt over... De versleten komiek. maar mensen met een serieuze staat van dienst. Dus dode komieken, daarmee spreek ik ook niet. Dat ook wel niet. Maar het gaat... funny farts. Heel traag. Nee, het gaat over mensen die minstens 20 jaar aan comedy doen. Ah, okay. Dus dan zit je in de categorie Urbanus, bijvoorbeeld. Ja, dat is onze eerste. Niet toevallig, denk ik. 70 jaar. Heel veel aandacht voor hem nu. Ook een film die eraan komt. Mm-hmm. En dat is de eerste. We maken een blokje van, trouwens Urbanus, dat is volgende week maandag al, als ze eerder zit. Luisteren, dat is heel leuk. We gaan er een stuk of 8 doen, nu, in het voorjaar. Mm-hmm. En de bedoeling is nog eens 8, in het najaar, na de zomer. En ik hoor je denken, Elisabeth, mag ik echt niet weten wie allemaal? Nee, maar ik wil nog wel... Oh, geef er een paar. een paar. Kijk, Comme il faut, dat is ook al opgenomen. Okay, dat was een dat hele leuke... Het duo dan, neem ik aan. Het duo, ja. Het werd plots een trio luisteren. Als het online... Ja, online lang en traag is. Dat het leger gedaan was. Ja, maar dus, soms flapt dat er nog uit. Steden, ik zie je krikken. Ja. En wie ik ook nog kan aankondigen, Joop van het Hek, bijvoorbeeld. Dat is ook in de maak. De andere namen hou ik zoals het hoort. Ja. In de betere marketing en promo nog voor mij. Graag voor mij, Ik zeg niet. Oké, spannend. Ja, en natuurlijk, zo'n podcast gaat vaak gebukt onder een naam. Heeft die een soort... hoe kan je het betitelen? De mens achter de lach. Ah, bon. Voilà. En dat zegt ook heel veel over waarover het gaat. Dus ik ga niet met bijvoorbeeld, we beginnen met Urbanus, spreken over zijn laatste show. Dat komt er wel zo heel even in voor. Mm-hmm. Maar het is absoluut niet de bedoeling om een interview te hebben over... Waarmee ben je bezig? Waarover gaat die show? Waar speel je? Nee, het is bijna geschiedschrijving. En dat is ook de bedoeling, denk ik, van, van ons, om een soort document te maken met mensen met een staat van dienst. Hè. Mm-hmm. Dus bij Urbanus, heel leuk gesprek trouwens, in zijn tuin en huis en met een blaffende hond. Of, dus het is een wandel ook echt... Nee. Het is wel tot nu toe toch... gewoon meestal zittend opgenomen. Maar dat gaat over hoe is het allemaal begonnen. Mm-hmm. De meest vervelende vraag, maar soms ook de beste. Tot hoe is het geëvolueerd. Bij Urbanus bijvoorbeeld gaat het ook over zijn al dan niet vermeend politiek engagement. Is de mens nu rechts of niet? Het gaat over zijn filmcarrière, maar ook over de mislukte filmcarrière. Mm-hmm. Het gaat over hoe ziet hij humor als belangrijkheid in de maatschappij. Het feit dat hem zegt, ik ben nog altijd een rebel. En zolang ik dat ben en blijf ik optreden. Het gaat over veel meer dan dat. Hè. Bijvoorbeeld Joop van het Hek, dat is op een bepaald moment tamelijk filosofisch geworden. Mm-hmm. Dus het kan alle kanten uit, bij gelijk weer voor je neus zitten. Ja, zolang dat maar niet klassieke flashy interview is, met een komiek die een nieuwe show te verkopen heeft. En gelukkig
Bestaat dat allemaal, hè, die interviews? Maar dit gaan we nu niet doen. Dit is echt eens heel... Bij ons was het ook eigenlijk een beetje... filosofisch, hè? Lek van hem, hè? Ja. Ja, ja, ik vond het ook wel. Maar het wordt hele trage radio, podcast. Traag. Ja. We hebben eigenlijk hetzelfde gedaan daarnet. Ja. Ah, kijk. Oei, ja. Kijk, we waren in misschien moet je me toch uitknippen en plakken bij Peter en Reeks. Ja, maar je bent nog geen 20 jaar bezig, hè, Steven? Nee, maar ik heb al 8 jaar pijn geleden voordat ik 12 jaar kon bezig zijn. We denken erover na. We nemen het mee naar de redactievergadering. Ja. We bellen nu wel niet. Maar het is de bedoeling dat het echt is de interviews worden met die mensen die er vaak niet zijn, omdat er geen plaats voor is, geen tijd voor is. Mm-hmm. Het is een meer dan een uur gesprek met de Urbanus. Comme le faut is, zal langer zijn dan een uur, ook al omdat ze met twee zijn. Mm-hmm. Ja. Het mag eens traag gaan, er mag eens tijd voor genomen worden. En... Absoluut, maar het mag niet traag zijn om traag te zijn. Het moet ook nog interessant blijven, natuurlijk. Mm-hmm. En dat is het, hoop ik. Ja. Maar denk ik wel. All right, tof. Tom, ben je enthousiast? Ik ben zeer enthousiast, ik ben zeer benieuwd. Ja, maar je hebt toch al iets geluisterd? Ik heb er al een paar beluisterd, ja. Het is heel, heel aangenaam om in je zetel te zitten en gewoon te luisteren. Oké. Okay. Heel, heel benieuwd. De mens achter de lach. Volgende week maandag kunnen we dat verwachten. En dat gaat ook weer op alle kanalen te vinden zijn, neem ik aan. Hè? Absoluut. En om de 2 weken, hè, komt er een nieuwe naam opduiken. In een, had ik het al gezegd, traag, maar interessant gesprek. Oh. Met jouw stem. Ja, ook. Prachtig. Steven, ik zie nog altijd verliefdheid bij u. Ja. Ik ga sowieso op mijn zetel zitten en luisteren naar je, Peter. Dank u wel. Als er een broekje gaan aandoen. Maar... Je hebt alleen een fan. Het zal heel snel gaan bij mij. Het zal zeer snel gaan bij mij als ik luister. We gaan het hierbij houden. En cut. Steven, jij bent er nog. Is dat nu in dacht? Jij bent in de war. Wat is podcast? Wat is echt? Wat is het echte leven? Zijn we in de ether? Is de lijn weer te doen? Zet je weer in de war? Ja. Nee, we zijn nog in de ether. Ja, maar doe je koptelefoon en ben je tegen mij te praten. Alsof je niet wel focust naar ik iets zeg. Ja? Hallo, Steven? Ja, ik ben er ook nog. Ja. Hey. Nee, ik mag nog tickets weggeven, wat ook wel altijd heel leuk is. Ja. Je moet dat dan doen, hè? Ja, maar niet voor jou. Ah, nee? Ah, wel. Waarom vraag je dan iets aan mij? Ik mag nog tickets weggeven voor al wie luistert. Dylan Moran, ken je hem? Ja. Ja, maar is het echt of is het weer van Oostense Vies en zo? Nee, die ken ik echt. Ah, ja, okay. Komt in Narenberg op 9 april. Iers heeft vaak naast Simon Pegg gestaan. En ook, je kijkt zo. Ik zit in een... een rare bubbel. In een psychose? Nee, ga maar verder. Ça va? Ik denk dat het moet aflopen voor hem, want het komt anders niet meer goed. Mijn hersens zijn te put. Ja. Hij moet gaan rusten, hij moet gaan mediteren. Ja, maar ik moet daar wel nog een cruciale vraag voor stellen en ik heb daar het juiste antwoord voor nodig. En dat is, wat is de naam van het personage van Dylan Moran in Black Books? Dat is een sitcom waarin hij de hoofdrol heeft. Ja, dat is ook niet echt moeilijk, schreef het ook zelf. Dus zijn personage van in Black Books, hoe heet dat? Hoe weet je het antwoord? Ik weet het niet. Nee, weet je het niet? Ik volg heel weinig. Ja, dus je kent hem ook niet waarschijnlijk. Ik ken hem wel, maar daar stopt het. Oké, voilà. Maar in elk geval, mensen die wel het antwoord weten, dus niet gelijk Steven erop los moeten gokken, of mocht ook erop los gokken, maar je kan een mailtje sturen naar podcast@livecomedy.be. Steven, ik wil jou hartelijk bedanken. Ik vind het heel leuk met jou. Ik heb er echt in aan mijn broek na deze podcast. Zullen we een pint gaan pakken dan? Ik denk dat wel, ja. Mag jij niet, hè? Merci om te komen, Steven. Bedankt voor je komst, Thomas ook. Ja, bedankt, Thomas. Bedankt, Thomas. Het gaat je goed, man. Echt, hopelijk heeft hij niks ernstig voor, hè? Maar nee. Don't.